Wij waren met 6 collega's, allemaal van gymnasium. Want ik had net de overgang van 2e naar de 3e gymnasium in Novemiasto zelf. En dat was die vakantie, daar zaten we daar en toen brak die oorlog. En daar kwamen we bij een kennis, ook uit Novemiasto, die was een militaire dienst, beroep. Mm-hmm. En die zaten daar op kazerne en ik kon die man heel goed, want wij wouden bij die soldaten komen, ja, enthousiast, ja, dit en dat. En wij willen gaan vechten. Ja, dat was natuurlijk niet mogelijk, we waren amper 16 jaar. Maar toen kregen we militaire uniformen en wij mochten dan met een wat beroepsmilitair of, nou ja, in ieder geval een militair, mochten wij, kregen we daar bruggen te bewaken en dan, ja, allemaal zulke dingen. Dat waren gewoon soldaten van 16 jaar. Maar die Duitsers die drongen steeds door, dus niet alleen onze leger, maar die andere legers die, ja, gegroepeerden zich zo. En zo met dat hergroepering en met die vlucht zijn wij gekomen, ja, dat heeft enkele weken geduurd, ja, door de grens Hongarije. Dus ik ben via Drava, zijn wij overgestoken, georganiseerd met een, iemand die dat leidde, overgestoken naar Joegoslavië. Want de bedoeling was dat wij Frankrijk bereiken. Ja. En toen zijn wij uit Split, met een Griekse schip, ja. Patrice heette die. En met die Patrice, hele omweg, langs Sicilië, Corsica en daar allemaal manoeuvreren, want ja, die Duitsers, die U-boten en dingen, dat zat daar allemaal vol. Maar dat was ook een bescherming van Engelse vlot, nou ja, ik zou maar zeggen van geallieerde vlot, als je dat zo kan noemen, ja, toen. En zo bereikten we Marseille, en daar werden onderzocht, gevraagd, wat denken, of daar misschien geen spionnen bij waren ook, want ja, die zaten ook overal tussen. Maar u kon zich legitimeren met die studentenkaart? Ik had mijn studentenlegitimatie, ja. Wij gingen naar Villard de Lans, in Alpen zal ik maar zeggen, daar Grenoble, ja, daar die streek, Villard de Lans vlakbij Grenoble. En daar heb ik mijn baccalaureaat gehaald, want ik ben daar van 40 tot 43 gebleven. Daar kwam oneenigheid tussen Duitsers en Italianen. Mm-hmm. En die Duitsers die kwamen daar niet. Ja. Die gedeelte waar die Italianen zaten. Dus wij moesten weer vluchten. Ja. Wij zijn via Pyreneeën, dus via Andorra, doorgestoken naar Spanje. Mm-hmm. Ja, dat is niet in één dag gebeurd, nee, hè. Dus s'nachts, want daar waren daar allemaal SS'ers en allemaal dingen, dat was zo afgezet. Dus ik kreeg oproep van de Poolse ambassade, consulaat in Londen. Mm-hmm. Dat ik, want toen was ik al inmiddels 20, bijna 21, ik was dienstplichtig zogenaamd, kreeg ik officiële schrijven dat ik moest mijn eigen keuren, voor militair. Ja. Want ik werd ingedeeld toen in verkenningstroepen op carriers. Maar dat leek ook zo'n carrier, weet je wel, denk ik. Maar dat kon je daar stuk of 4, dacht ik, en zo'n 1 landingsvoertuig. Ja. Ja. Maar ja, wij zaten nog flink in water. Nou, en door dingen, en zo verder
met die gevechten en met die dingen. Ja. Die Duitsers achterna gezeten. Ja. Langs Barlenas, Alphen, daar die kant kwamen we binnen. En toen kwamen we in Ginkewand. En daar hebben die Duitsers mijn chauffeur. Dus die hebben die carrier. Ik zat op die carrier. Met zo'n vuistpatroon, weet je wel, Duitser. Hebben ze geschoten en die heeft zijn been kwijt. Dus die moest afgevoerd worden. Dus wij kwamen daar via die Genke weg en zo kwamen we de stad in. De binnenstad. Nou, en Zuli woonde hier in die centrum en wij zijn hier, wij zijn hier door de Duitsers uitgezet. Okay. En toen zijn we in de Eindstraat, kregen wij kamers. En toen kwamen Zuli met de tank voorbij en mijn vader, die zat schijnbaar bij de ondergrond, want die had zo'n klein radiootje en die ging hij altijd luisteren. En ik... mijn vader had dan zo'n doek gespand en wij hadden van die oranje rokken met rood, wit en blauw en een oranje sjaal aan. Nou, en toen en ineens zagen wij hier allemaal Poland opstaan, hè. Nou, en toen was hij een tank daarvoor en hij had ons gezien. En toen had hij aan Ludewijk gevraagd waar wij ongeveer woonden. Want hij wist wel in die straat, maar waar hij, want hij stond net voor de deur bij ons. Nou, en toen twee dagen daarna kwam hij. Dus dan werd gebeld en dan stond een Pool voor de deur. En toen zei ik, hoe ben jij het, Ludewijk? Maar het was hij. Ja, ik zeg, nou, het is geen Ludewijk, het is Jean. Ja. Jean-Pierre. Nou, enfin, en nou, ja, hij kwam boven. Maar ja, ik kon hem natuurlijk niet verstaan. En hij sprak ook Frans. Maar ja, ik kon wel een beetje Frans van school, maar toch niet zo. Maar mijn moeder sprak goed Frans. Ja, maar ik kwam niet voor de moeder. Nee. Nou, en toen had hij contact, nou ja, gesprek met mijn moeder. Nou ja, en zodoende kwam hij geregeld op bezoek, hè. Nou, zo zijn wij aan elkaar. Zo zijn wij bij elkaar gebleven. Was u verliefd op hem? Nou, in het begin niet zo, maar toen later wel, ja. Ja. Ik was van begin af. Zij wel, hij zei ook op het eerste gezicht. Nou, ze hebben ze wel flink lillig behandeld. Nou, dus kreeg ik hier van de arbeidsbureau, dat was nog arbeidsbureau, want dan moest ik mij ook melden toen ik hier kwam. En bericht ze waarom dat ik niet bij het naar mij heb gemeld, want daarvoor ben ik hier naar Nederland gekomen. Nou, toen ging ik naar de arbeidsbureau, dat was hier nog vlakbij. In de Katrinestraat. In de Katrinestraat. En ik zeg, en toen zeggen ze, ja maar meneer, u bent aangenomen bij Etna, u moet daar gaan werken. Ja, zei die mannen daar van die arbeidsbureau. Ja, maar u krijgt van ons geen uitkering. Ik zeg, ja maar meneer, ik kom hier niet van de uitkering. Ik zeg, ik heb nog 3 maanden verlof. Ik heb mijn demobilisatiegratificatie. 3 maanden voor mijn vrouw uit Engeland betaald via post office. Ik zeg, ik kom toch niet schooien. Wat willen jullie van mij? Ik zeg, daar ga ik niet werken. Nou, dat moet u maar zelf weten, maar u hoeft niet rekenen voor die uitkering. En u krijgt geen... Zo zijn we behandeld. Ik zeg, daar zorg ik zelf dat ik aan die werk kom. Ik zeg, ik kom niet bij u schooien. Hoef ik geen... Omwille dat ik ook voor... Ik zeg, ik heb wel voor Nederland gevochten, dat is waar. Maar ik zeg... In mijn ogen, maar ook onder ogen van mijn kameraden en collega's, die hebben niet voor Nederland gevolgd. Daar zat hier de weg om naar Polen te gaan. En daarom hebben we hier gevochten. Maar niet speciaal komen om Nederland te bevrijden. Ik werd stateloos verklaard. Ja. Want toen de regering weer ontbonden. Dus volgens Nederlandse wetten, want Nederland erkende die communistische regering in Polen. En ook andere landen. Nou, ik kreeg stateloos. Zij
ook, want die eerste keer moest jij ook aan mijn verblijfsvergunning. Ja. Zij was die, door trouwen met mij, moest een verblijfsvergunning hebben. Nationaliteit kwijt, moesten we ons melden. Bij de vreemdelingendienst. Bij de vreemdelingendienst, ja. En dan werd waar zat hij in Breda eigenlijk? Ja, ja, dat was bij de politie. Oh ja. In de Weemarkstraat. Ik heb die hele overgangen van Gakai naar Accu, van Accu naar Enka, van Enka naar Nobel, en noem maar op. Dat, ik heb 40 dienstjaren bij dezelfde zaak. Ik zei altijd, je hebt zwarte negers en je hebt witte negers. Ja. De Polen die zijn hier die witte negers. Zo was het.